Van harte welkom bij Dremmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Dremmelen. Iedere week brengen wij u kort de nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Dremmelen en omgeving. Afgelopen weekend vertrok hip-hop crew Fuse All Stars van dansschool Fuse na het behalen van een derde plek op het Nederlands kampioenschap naar het Europees kampioenschap in Kalkar, Duitsland. Onder leiding van Celine Koenraads en Femke Nuiten gingen zij met 11 andere deelnemende teams uit verschillende landen, waaronder Duitsland en Denemarken, de strijd aan in de categorie Under 16 Intermediate. Op vrijdag dansten zij de eerste kwalificatieronde en na zaterdag in de prelims te hebben gestaan, plaatsten zij zich voor de finals op zondag. Tijdens deze finals gingen de overgebleven teams zeer gelijk op en zijn ook wij super trots op de meiden met het behalen van deze prestatie. Vijfde van Europa. De verlichte boten hebben al vele jaren de haven van Lage Zwaluwe versierd tijdens de havenfeesten. Dus het is zeker niet nieuw. Vorig jaar was het al een op zichzelf staand evenement. En door groot enthousiasme en veel aanmeldingen werd het herhaald. Het thema van dit jaar was zeedieren. Iets wat deelnemers de ruimte gaf om met zijn of haar eigen creativiteit aan de gang te gaan. Heel veel mensen hadden enorm hun best gedaan en het is weer een mooie optocht geworden. Door de wind was het een stukje kouder dan vorig jaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Gelukkig waren er veel stoere mensen die de kou trotseerden. Op 21 mei werd de prijswinnaar bekendgemaakt en mag de wisselbeker van de Verlichte Botenshow voor een jaar naar Leon Broeren. Vanaf 2 juni kunt u bij Omroep Dremmelen naar een samenvatting van deze Verlichte Botenshow kijken. In de Wijngaard hebben ze hun eigen fietslabyrint in ontvangst mogen nemen. Dat ze deze aan hebben kunnen schaffen, hebben ze mede te danken aan Willy de Bok. Willy had een groot aantal sponsoren benaderd voor een inzameling om een optreden van Willeke Alberti te realiseren. De sponsoren brachten toen zoveel bijeen dat er nog ruimte over was om iets anders te kunnen bekostigen. Opnieuw is Willy de Bok met de Wijngaard in gesprek gegaan en dit resulteerde in de aanschaf van het fietslabyrint. Ook de Wijngaard heeft daar een bijdrage aan geleverd. Met de aanschaf van het fietslabyrint is bewegen een feest geworden, zeker voor ouderen. Zij kunnen nu een fantastische fietstocht maken in verschillende steden en mogelijk ook vakantieherinneringen ophalen. Zo vertelden een aantal bewoners mooie herinneringen tijdens het fietsen in Japan, Oostenrijk en de boulevard van Scheveningen. Er komt nog een fietsroute door onze eigen gemeente. Dat wordt lekker bewegen terwijl je gewoon thuis bent. Maandag 22 mei werd er een start gemaakt met de aanleg van een zonnefietspad langs de provinciale weg de N285 bij Wagenberg. Het bestaande fietspad wordt over ongeveer 400 meter voorzien van circa 600 ultradunne zonnepanelen. Met de afwerking van het transparante kunstharts kunnen fietsers er gewoon overheen rijden en wordt er licht opgevangen om energie op te wekken. De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag. Elektriciteit opwekken middels zonnepanelen leveren een belangrijke bijdrage aan deze klimaatdoelstellingen. Maar zonnepanelen vragen om veel plek. Om die reden wordt gekeken naar de mogelijkheden om panelen in fietspaden aan te brengen. De zogenoemde zonnefietspaden. Ze zorgen ervoor dat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt en er tegelijkertijd duurzame energie wordt opgewekt. Een win-win situatie. Op woensdag 24 mei overhandigde burgemeester Boy Scholtsen een bronzen bever aan mevrouw Joke Havermans van der Made uit Hoge Zwaluwe. De uitreiking vond plaats bij de Wijngaard in Made, waar ze al sinds 2013 actief is als vrijwilliger. De gemeente Dremmelen wilde mevrouw Joke Havermans van der Made onderscheiden met een bronzen bever voor de door haar verrichte vrijwilligersactiviteiten, voor onder andere het kapelletje in de Helkant, de Wijngaard, Visclub Esox, waar ze bestuurslid en penningmeester is vanaf 2011 en daarnaast is ze ook al 10 jaar mantelzorgster voor 2 mensen. Maandag 5 juni rond 12 uur zendt de overheid een NL Alert testbericht uit. Hierdoor ervaar je hoe het is om een NL Alert te ontvangen bij een noodsituatie, zoals een grote brand of overstroming. Inmiddels ontvangen 9 op de 10 Brabanders van 12 jaar en ouder het NL Alert testbericht. Let op, het NL Alert kan hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon gebruikt. Het is daarom handig om net voor 12 uur je koptelefoon af te doen of je oordopjes uit je oren te halen.
Kijk voor meer informatie op www.denkvooruit.nl. Korsmin is een plaats in Polen waar menig inwoner uit onze gemeente wel iets mee heeft. In 1991, na de val van de muur, wilden de toenmalige gemeenten Maden en Drimmelen een stedenband aangaan met een Poolse plaats om daar te helpen met de opbouw. De echte basis hiervoor lag al in de Tweede Wereldoorlog, toen Poolse soldaten Maden bevrijden. Burgemeester Jan Elsinga liet zijn oog vallen op de gemeente Korsmin, mede omdat zij ook een krantje hadden dat het Carillon heette. Sinds die tijd brengen inwoners uit onze gemeente bezoeken aan de Poolse plaats en zo bezoeken de inwoners uit Korsmin ook jaarlijks onze gemeente. Een van onze inwoners, Ria Marijnissen uit Maden, is jaarlijks een gastgezin voor de delegatie die vanaf 1993 tot 2018 onze gemeente bezochten. Hierdoor is er een hechte vriendschap ontstaan tussen Ria en het kindertehuis in Korsmin. Ria Marijnissen wordt daar ook wel de Poolse mama uit Maden genoemd. Sinds 2000 gaat Ria jaarlijks naar kindertehuis Bozenciski in het dorpje Korsmin om daar goederen en een financiële bijdrage af te geven. Deze opbrengst werd onder andere bijeengebracht door een jaarlijkse Poolse dag te organiseren. Sinds de corona is er geen Poolse dag meer georganiseerd en gaat Ria dit jaar in plaats van de Poolse dag een bingo organiseren in het Zonzeel te Hoge Zwaluwen. En wel op zaterdag 3 juni om 19:30. De zaal is open vanaf 18:30. Op 24 juni vindt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag plaats. Op die dag bedankt Nederland alle veteranen voor de inzet in dienst van de vrede. De gemeente Drimmelen bedankt traditiegetrouw jaarlijks de veteranen uit de gemeente Drimmelen op hun eigen Veteranendag. Deze Veteranendag wordt gehouden op vrijdag 9 juni om 4 uur in het praathuis van het gemeentehuis in Maden. Ook partners of andere introducees zijn van harte welkom. Burgemeester Boy Scholzen kijkt er naar uit om de veteranen en andere geïnteresseerden persoonlijk te mogen ontvangen en welkom te heten. Tevens hoopt hij ook dat jonge veteranen zich aanmelden en hun verhaal willen delen. Veteraan Erik Kuiper zal die middag een presentatie geven. De Drimmelense Veteranenmiddag duurt tot 6 uur. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt dus ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En zijn wij ook te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 12:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.